Het project houdt in het ontgraven van cunetten, het aanbrengen van 153.000 kuub zand in verband met voorbelasting. En dit is om vervolgens een buscorridor aan te gaan brengen. De uitdaging in dit project was echt het tijdsbestek. En dat hebben we kunnen verwezenlijken door 6 dagen in de week te werken. Van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds met ons team. Wij hebben hier in 2,5 maand tijd 4000 kuub zand per dag aangebracht. En dat in het verkeer. En dat brengt de nodige overlast met zich mee. De ambitie op dit project was om de deadline te halen en de hoeveelheden binnen te brengen binnen dat tijdsbestek. Het eindresultaat zal zijn dat de bus niet meer over de 207, maar over de buscorridor zal gaan rijden. Zodat het overige verkeer ontlast wordt op de 207, zodat er een betere doorstroom zal zijn van Alphen naar Leimuiden.